Ja, nee, maar je moet mij echt wel onthouden, want ja, ik vergeet nog alles. Wat zei al dat veel? Ik ben voorzitter van de Stichting Matamba. Dat is een stichting die voornamelijk hier in het oosten van Nederland werkt. Maar het doel is eigenlijk heel ver weg in Tanzania. Daar is een dorp, dat heet Matamba. En daar zijn wij een aantal jaren geleden begonnen met een health center. En van het een kwam het ander. En we hebben nu dus ook 28 weeskinderen waar we voor zorgen. Die zijn ondergebracht bij familie of bij buren in het dorp zelf. En wij zorgen dat die kinderen eten krijgen, dat ze naar school kunnen, dat ze een uniformpje hebben. Als ze ziek zijn, dat ze naar de dokter kunnen. En daar hebben we natuurlijk altijd wat geld voor nodig. En vandaar dat we hier deze speelgoedmarkt hebben. Is ook in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. En wij verkopen hier dus speelgoed wat wij gekregen hebben. Het is nieuw speelgoed of heel goed tweedehands speelgoed. En de opbrengst daarvan gaat naar de Stichting Matamba. Weet je? Ja hoor. Ja? Eerst is op de 3 euro. Allemaal. Nou, dit is een van de projecten die we doen. Dat is dus het inenten en wegen van de kinderen. Dat gaat aan zo'n katrol. Hebben ze een broekje aan en er wordt aan een katrol gehangen. En zo kunnen ze zien of het kindje op gewicht is. En dit is het project met de weeskinderen. Elke om de week krijgen ze een zak bonen of een zak rijst. De meisjes krijgen een maandverband, ze krijgen allemaal tandpasta. Ze krijgen zeep om te wassen. Dit is de school van de kinderen. Daar zitten ook enkele van onze weeskinderen op. En dit is het ziekenhuis, of de health center eigenlijk, daarachter. En deze mensen staan ook allemaal te wachten op inenting en dat de kinderen gewogen worden en gekeken worden of ze gezond zijn. Ik ga naar Tanzania voor de mensen voor een bril te helpen. En die meten we op en dan nemen we tweedehands brillen mee uit Nederland. Die meten we hier door, die worden ingezameld. En dan krijgen mensen direct de bril mee. En er zijn mensen die ja, 20%, 30% zien. En dan met een bril zien ze weer 80, 90%. En nou, die zijn gewoon heel erg gelukkig. Dus we kunnen nog vooral heel veel brillen ook nog gebruiken. Dus die kunnen ingeleverd worden. Hoe test u dat eigenlijk op de plek zelf? Want ik neem aan dat daar apparatuur voor nodig is. Ja, ik heb een doos met allemaal losse glaasjes. De mensen krijgen een pasbril op. En daar gaan allemaal losse glaasjes in. En dan heb ik een assistent die Swahili spreekt en die vertaalt het voor mij naar de patiënt. En dan meten we met losse glaasjes wat de sterkte is. En dat is echt heel veel werk, maar ik doe ongeveer 13, 14 mensen per uur die dus een nieuwe bril krijgen. En dat is gewoon echt heel hard werken, heel hard doorwerken. Hoeveel mensen heeft u eigenlijk al aan de bril geholpen in totaal nu al? Ik denk dat we nu ongeveer 11, 1200 mensen een bril hebben gekregen. Dus dat is echt heel veel. Die dus nooit, ja, die altijd slecht gezien hebben, die in één keer wat kunnen zien. Het project is dus heel feitelijk. Je geeft een bril en het probleem is gelijk opgelost. En dat is het mooie van het brillenproject.